Hallo! Goed, en met jou? Nou, mag je me zeker zo noemen. Nou, de hoofdtrainer. Ik doe het samen met een hele crew. En we zijn heel sterk daarin. Mootje Kamal zakken? Nee, maar Mootje Kamal komt een freelance basis. Weet je, ik participeer. Gaat hij dat doen? Ja. Nee, maar kijk, ik ben nog steeds met oude vechters die ik ken. Zoals Mootje Kamal dan. Wat ga je met me dansen? Ja, ik ben er niet meer gewend, jongen. Michaela. Ja, ze komt voor MS Gym uit. Ja, ze traint bij ons, ja. Maar ze traint ook bij Family Gym. Ah, ik ben die naam vergeten. Ik ben zo slecht in namen. Maar in ieder geval, daar traint ze als ze in Duitsland is. En als ze een wedstrijd moet voorbereiden, dan komt ze naar Amsterdam toe. En Breda. En daar bereidt ze zich voor. Dus ze staat tegen Rachel Madame? Ja. Ze komt tegen Rachel Amadeus uit. Adames. Ja, is een titelgevecht. Een wereldtitelgevecht. Mijn rooster begint 1 maart. En de planning voor een grote opening is rond mei. Je moet langskomen, je moet wel eerder langskomen. Om af en toe te kijken als we bezig zijn met training. Nou, ik heb een klein talentje. Die ik ook weer participeer met iemand vanuit Delft. En ik help dat jongetje gewoon groeien. En daarom ben ik hier. Wanneer de volgende op Suriname? Nou, ik heb zo'n volle agenda. Ik heb nog Aruba staan, ik heb China staan. Ik weet het nog niet. Ik ben wel mee bezig. Er zijn een aantal aanvragen voor Jarsinho Biggie Boy uitgekomen. Voor Isis zijn een paar aanvragen gekomen. Ja, we zijn in onderhandeling. En als dat zover is, zullen ze er wel reclame over maken. Snap je? Ja, daar ben ik sowieso. Michaela. Ze zit nu in China. Ze bereidt zich daarop voor. Ze is iets met een voeding. Voeding helpt ze de Chinezen daar ook. En met afvallen, daar is ze heel goed in. Succes ook vandaag. Dankjewel, Wavi. Oes.